podcast of hope, moving towards happiness. Geluk, dat staat centraal bij ons in de podcast. En van alle leden van de gemeenteraad die we bij ons aan tafel kunnen hebben, is de wethouder van geluk wel de meest toepasselijke. Gemma Tieding heeft vele titels binnen de gemeenteraad, maar wetgever van geluk is misschien wel de meest unieke. We gaan het vandaag ook uitgebreid erover hebben wat een wetgever van geluk nou eigenlijk doet. Dus vandaar ook meteen de vraag, nou ja, om mee te beginnen, fijn dat je er bent. Dankjewel. En ik begin meteen met de vraag, wat doet een wetgever van geluk? Ja, wetgever. Ja, het is een wethouder van geluk. Wethouder, en ik zit niet in de raad, in de gemeenteraad, maar in het college van burgemeester en wethouders. Okay. Want de gemeenteraad is een beetje zoals de Tweede Kamer in de landelijke politiek. En als wethouder ben je dus een soort van minister. Juist. Dat is eigenlijk hoe het zit. En wat doe je dan? Vooral heel vaak de vraag stellen, draagt dit nou echt bij aan het geluk van onze inwoners? Dat is de belangrijkste taak. En hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe beïnvloed jij bijvoorbeeld een besluit dat wordt gemaakt? Als je begrijpt wat ik bedoel. Want We hebben een collegeprogramma gemaakt waarin we met de politieke partijen die in de coalitie zitten hebben afgesproken. Nou, hier gaan wij mee aan de slag. Nou, en daarvoor zijn besluiten nodig. Moeten de dingen geregeld worden om dat te realiseren? Mm-hmm. Ja, en daar moet je keuzes in maken. Waar ga je je geld aan uitgeven? Waar ga je de inzet van medewerkers van de gemeente voor inzetten. Ga je wel doen, wat ga je niet doen? Ja, dat zijn allemaal vaak politieke afwegingen die je wel op basis van onderzoeken maakt. Maar waarin je bijvoorbeeld ook heel graag inwoners vraagt van goh, wat willen jullie, wat vinden jullie belangrijk? Ja, en dan moet er een besluit genomen worden. En dat is dan wel zo'n moment dat je je nog weer eens afvraagt van ja, draagt dit nu echt bij aan de aan het geluk van onze inwoners? Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld iets als economische groei is een heel concreet doel waarop je een bijvoorbeeld wetgeving op aanpast. Maar ja. Op wat voor categorieën bevat geluk? Waar let je dan op? Ja, ik vind dat het geluk gaat over alle besluiten. Geluk staat eigenlijk vergelijkbaar met duurzaamheid. Ik ben ook wethouder van duurzaamheid. Maar duurzaamheid speelt een rol als je woningen gaat bouwen. Duurzaamheid speelt een rol als je plantsoenen gaat aanleggen. Hm. Dat is een vraag die je continu moet stellen. Draagt dit bij aan een duurzamere wereld? En datzelfde geldt voor geluk. En economie is daar een aspect van. Ja. Maar de economische ontwikkeling centraal stellen, ja, dat vind ik dan. Nee, maar dat was maar een voorbeeld natuurlijk. Ja. Daar ben ik het al mee eens. Dat ligt ook een beetje aan het, waar je op het politieke spectrum bevindt natuurlijk. Hoe belangrijk economische groei is. Ja, dat geeft dan wel te maken met hoeveel waarde je aan dat aspect hecht. Dat klopt. Ja, en is geluk een heel belangrijk thema voor u hier in Duiven? Voor mezelf is het in ieder geval een heel belangrijk aspect voor mijn eigen leven. Voor mezelf stel ik heel vaak de vraag van, ja, word ik hier nou echt gelukkig van? Ik ben het al, maar voor de lange termijn behoud ik dat. Ja. En dat probeer ik eigenlijk hetzelfde te doen voor de inwoners van de gemeente Duiven. Hoewel je er ook bewust van moet zijn dat je als wethouder van geluk maar een hele kleine bijdrage kunt leveren aan het geluk van die inwoners. Ja, precies. Het ligt dan ook natuurlijk aan hoe je jezelf als inwoner gedraagt, denk ik. Je kan niet iemand helemaal gelukkig maken. Je kan misschien een klein duwtje in de rug geven, maar het komt ook veel aan hoe je er zelf in staat, denk ik. Ja, maar je moet ook echt geluk hebben. Geluk hebben met degene die je meekrijgt. Geluk hebben in de plek waar je
waar je geboren wordt. Dus je moet dan heel veel geluk hebben. En dan blijft er inderdaad nog een klein stukje over waar je zelf invloed op kunt uitoefenen. Ja. En daarvan zijn wij dan als gemeente ook nog een heel klein stukje. Dus je moet ook niet te grote broek aantrekken daarin. Ja, geluk is wel een heel ingewikkeld onderwerp eigenlijk. Ja, terwijl het ook weer zo heel makkelijk, zo makkelijk is. Want ja, aan het is een hele makkelijke wel. Vraag die heel veel mensen ook gewoon heel goed kunnen beantwoorden. Ben jij gelukkig? Nou, bijna iedereen kan dat wel beantwoorden. Ja, want we vragen eigenlijk onze gasten ook altijd of ze hun leven met een cijfer willen beoordelen. Ja. Want dat is een beetje wat hoop ik ze zelf probeert. Deze eeuw iedereen op de wereld hun leven met een 8 te laten beoordelen. En Liemers, dus ook de duiven, zit al best wel hoog. Ook vergeleken met het gemiddelde van Nederland. Ik vraag me af, waar zit uw cijfer een beetje? Ja, ik denk dat ik ook nog wel gelukkiger ben dan de gemiddelde Liemerse inwoner. Ik denk dat ik een 8,5 score. Dat is wel mooi. Ja, ik ben heel gelukkig. Ja. Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja, maar waar zou dat dan aan liggen? Wat is naar uw mening de definitie van geluk? Want dat is natuurlijk een lastige vraag. Ja. Want als je probeert te kijken hoe je gelukkiger wordt, dan moet je natuurlijk wel weten wat het is. Ja, er zijn natuurlijk heel veel definities voorbijgekomen in mijn studie naar geluk. Hè, want ik heb ook wel wat trainingen gedaan en stukken gelezen. En de definitie die mij het meeste aanspreekt is de tevredenheid over het leven als geheel. Dus als je gelukkig bent, gaat dat niet alleen over of je gelukkig bent in je privéleven. En niet alleen over of je gelukkig bent in je werkzame leven. Maar het gaat over al die aspecten onafhankelijk van elkaar. Als je die allemaal samen neemt, ben je dan gelukkig. En het is ook niet een gevoel van continu een soort alleluia gevoel. Het gaat over tevredenheid met het leven. Ook over een lange periode. Ja, dus je kunt nu niet, vandaag niet super gelukkig zijn en morgen heel erg ongelukkig. Dan ben je volgens mij niet gelukkig. Het gaat over de tevredenheid over het leven als geheel. Juist, ja. Dus en wat voor ding? Gewoon echt alles. Alles heeft daarmee te maken. Dus hoe je woont, snap op dat soort dingen, denk ik. Nou ja, dat vind ik dus wel een zoektocht. En dat zal ook voor iedereen verschillen van wat zijn nou de factoren die de grootste invloed hebben op geluk. Ja. Ja, dat ben ik niet uit. Ik heb voor mezelf wel, maar dat is gewoon een om het leven wat gemakkelijker te maken, heb ik wel voor mezelf bedacht. Oké, het gaat vooral over zinvol werk. Mm-hmm. Het gaat over gezondheid. En het gaat voor mij ook om warme relaties, in brede zin. Ja. Dat zijn voor mij drie pijlers. Maar goed, er zijn veel meer aspecten die ook een belangrijke rol spelen. Maar eventjes voor mezelf wat gemakkelijk zou, noem ik steeds die drie. Nee, maar relaties en gezondheid, dat is wel iets wat we bij andere podcastgasten ook voorbij hebben horen komen. Dus dan, ik denk dat dat inderdaad wel dan twee goede punten zijn, aangezien veel mensen daar dan ook wel aan denken als ze aan geluk denken natuurlijk. Ja. Ja. En heeft u misschien een voorbeeld wat u misschien doet tijdens uw functie, of een voorbeeld wat er is gebeurd om bijvoorbeeld wat het geluk bij mensen in Duiven misschien wat hoger maakt? Of is dat moeilijk om echt een concreet voorbeeld te bedenken? We hadden laatst de professor, als ik de goede titel gebruik, van geluk, Meike Bartels, in het college op bezoek. Ja. En die vertelde over het onderzoek wat zij gedaan heeft in de Liemers naar het geluk. En wat zij aangaf is, wat als gemeente volgens haar heel belangrijk is dat je continu de vraag blijft stellen aan inwoners, waar word je gelukkig van? En we hebben dit bedacht, word jij daar gelukkig van? Dus dat je continu die vraag blijft stellen, want zijn we met de goede dingen bezig? En ik moet zeggen dat ik vind dat we dat in Duiven best goed doen. Hm. Ja, je kan op allerlei niet verschillende thema's, maar bijvoorbeeld binnen mijn eigen portefeuille over duurzaamheid, dan gaan we moeten windmolens bouwen, we moeten zonneparken aanleggen. Nou, we beginnen met de vraag, hier kan het. Wat vinden jullie een goed idee? Hè?
misschien dat daar niet echt een hele directe link is met geluk, maar het landschap en de natuur, dat is toch wel een belangrijke factor in geluk voor mensen. En dan die vraag stellen. En maar dan ook vervolgens, als je dan een plan hebt, het plan laat zien, en is dit nou het plan wat we willen? Ja, je denkt er natuurlijk ook steeds over na. Dus als je dan dat beleid aan het maken bent, dan zit die vraag ook wel steeds meer in je hoofd. Ja. En denkt u dat andere gemeentes hier misschien iets van kunnen leren? Is het iets wat u bijvoorbeeld iets goeds vindt dat ook in andere gemeentes overgenomen kan worden? Ja, nou, we zijn daarin niet uniek. Maar ik denk dat dat ook voor ons kan dat nog veel beter. Maar ik denk dat er ook nog wel weer gemeentes zijn waarbij er nog een langere weg is dan dat wij die al hebben gedaan. Ja, precies. Ja. Ik zat te denken, is geluk niet sowieso een beetje de drijfveer van heel veel politieke beslissingen? Want ik zou niet weten vanuit welk ander oogpunt je dat zou moeten doen. Is dat niet standaard al het geval? Ja, nee, dat komt ook. Mensen, er zijn toch best wel mensen die dan sarcastisch omgaan met het wethouden van geluk. Van ja, god, dat doen we toch allemaal al. En dat is wat ook vaak zeggen we, ja, maar dat is niet objectief. Geluk is heel subjectief. En dat ik dan allemaal van die kritische noten die allemaal terecht zijn. Het gaat over dat geheel. En dat verliezen we nog wel eens in de politiek. Dan gaat het alleen over dat aspect. En alleen terwijl we het grotere geheel, het geluk als doel, dan toch verliezen. Je bent dan toch, ja, omdat het allemaal best ingewikkeld is. Het is een gemakkelijk concept wat je gemakkelijk gebruikt. Maar de wereld daarachter is toch best wel heel veel facetten. Ja. Ja, dus het idee is eigenlijk dat je verder in de toekomst kijkt dan misschien de meeste anderen waar je mee werkt. Dat is ook wel een aspect. Het gaat niet over vandaag, het gaat niet over morgen, maar het gaat over vandaag en morgen en de andere generaties. Ja. Dus dat maakt het interessant. Het lijkt me ook wel leuk ergens. Ja, ik heb zelf niet echt ambitie om de lokale politiek in te gaan, maar het lijkt me wel iets unieks en een leuk iets om mee aan de slag te gaan, geluk. Wel lastig, maar misschien maakt dat het ook wel weer dat zinvolle waar u het over heeft. Zinvol werk. Ik ben heel blij met mijn werk als wethouder. Ja. En dat is voor mij, als ik terugkijk, wel een hele belangrijke factor in mijn eigen geluk. Want toen ik geen werk had, toen was ik toch echt wel ongelukkig, laat ik het zo zeggen. Ja? Het werk wat ik doe maakt mij wel heel gelukkig, ja. Nee, dat is wel fijn. Ja, met name die maatschappelijke bijdrage en de bijdrage aan het leven van anderen, daar word ik dan weer gelukkig. Ja, precies, dat hebben we ook vaak met de podcast, toch? Dan komen de gasten en die zeggen dan bijvoorbeeld, dan doen ze MDT, de maatschappelijke diensttijd, en dan zeg ze ook, dan help je eigenlijk anderen wat gelukkiger te worden. Ja. En zelf word je daar ook heel erg gelukkig bewezen van. Is gewoon wetenschappelijk onderzocht en bewezen. Ja. Dat goed doen voor een ander, dat je jezelf gelukkiger maakt. Ja. Nou, moeten we allemaal maar meer goed doen voor anderen, zou ik zeggen, inderdaad. Ja, precies. Nee, maar ik denk dat inderdaad heel belangrijk is, dat je elke dag iets betekenisvols doet. Dat inderdaad heel veel geluk brengt, Dat lijkt me heel, heel sterk. Ja. Ja. Ja, en dit is dan wat ik zinvol vind. Maar er zijn ook wel andere dingen waarvan ik denk, wat is daar zinvol aan? Maar waarvan mensen zelf wel heel gelukkig worden. Omdat het maar dat is dan allemaal weer subjectief natuurlijk. Ja. Dat klopt. Ja, precies. Dat is allemaal eigen invulling, En dat is subjectief is prima. Dat is, Zolang je gelukkig van wordt, is het sowieso iets positiefs, denk ik. Ja, We vroegen ook om iets mee te nemen, waar u nou echt of gelukkig van wordt of inspiratie uit haalt of iets dergelijks. En wat heeft u meegenomen? Ja, ik heb deze regenboog meegenomen. Die hangt bij mij voor het raam. En dit is de coronaregenboog. De coronaregenboog. Kunt u het omschrijven voor de mensen die alleen luisteren? Ja, het zijn van die elektriciteitskabeltjes. Die zijn gebogen.
Mm-hmm. En daaromheen is gekleurd wol gewikkeld. Eerst nog een soort ander touw. Ja, en die hebben we aan elkaar geplakt of onder elkaar geplakt. En het is dus een regenboog. Allerlei verschillende kleuren. En aan de uiteinden van die regenboog zijn een soort wolkjes. Ja. Ja. En die heb ik samen met mijn dochters gemaakt. In de corona-lockdown, de eerste corona-lockdown. Ja. En wij verveelden ons natuurlijk stierlijk. Ja, zoals iedereen, ja. En wij waren... Ja, wat ik dus heel erg mooi vond, is dat we... Ja, dat we heel creatief werden. Met allerlei dingen maken. Ja, ja. Heel inventief om andere dingen uit te proberen. En knutselen, tekenen. Ja. Ik heb dingen gedaan waarvan ik nooit gedacht had dat ik die ooit zou doen. Ja. Puzzels leggen bijvoorbeeld. Maar dat vond ik wel heel... En daar kwam dus deze regenboog ook vandaan. En zit dat geluk dan een beetje in het uitproberen van nieuwe dingen? Of, ja. Of ook dat u het met uw dochters heeft gedaan? Ja, er zitten wel al die aspecten in, denk ik. Het samen doen. Het samen ergens aan werken met een heel concreet doel. Namelijk een regenboog om voor de ramen te hangen. Ja. Dus dat concrete doel. Dat samen doen. En iets nieuws proberen. Ja. Ja. Ja, ik vind het vet altijd wel aan dingen maken. Dus dat je eigenlijk eerst niets hebt. En dan doe je wat met je handen. En opeens heb je iets. Ja, heb je iets, ja. En dat vind ik best wel vet. Ja, ja, en het laat ook zien dat je... dat je zelf ook invloed hebt. Ja. Ja, dus het, ja. Beetje metaforisch een beetje. Ja. En het is heel concreet. Dat is, vind ik wel een nadeel in de politiek. Dat het vaak heel erg prater en... Ja, het leidt niet altijd ergens concreet naartoe. En dat vind ik wel mooi aan creatief bezig zijn. Ja. Ik was ook ooit een keer bij Wil Schrop. Bij een cursus. De houtbewerker, ja, toch? Via Duiven, ja, de kunstenaar. En die man zei, en dat vond ik zo mooi. Ja, zei hij, ik sta op. En dan heb ik een vergadering met mijzelf. En dan neem ik een besluit. En dan ga ik dat doen. Ja. En zo gaat het in mijn werk niet. Want mijn vergadering is nooit met mijzelf. Nee. Dat is altijd met heel veel. En we nemen dan een besluit. Ja, en dan gaan we daar ook nog eens over denken. En dan gaan we daar wel wat mee doen. Maar voordat dan tot een resultaat lijkt, dan is het dan toch wel een paar maanden, zo niet jaren verder. Ja, dat vind ik dan wel zo. Oh, jaren zelfs, ja. Ja, het is echt het werk van de lange adem. En zeker als het over geluk gaat. Dat is... Zie je ook meestal pas later. Je kan niet bijvoorbeeld ik weet niet wat je dan precies doet voor geluk, maar bijvoorbeeld een speeltuin bouwen en dan kun je niet meteen, zijn mensen niet meteen gelukkiger. Dat, zoals je zegt, dat is echt een soort van gemiddelde van een hele lange periode eigenlijk. Ja. Ja, nou, en je moet ook andere mensen, geluk, dat kan je dus ook niet alleen, dat moet je al met andere mensen doen. Dus ja, die moet in beweging komen en ja, dat kost tijd. Ja. Geluk lijkt me ook iets moeilijks om te meten, dus hoe weet je eigenlijk dan dat je goed werk hebt geleverd? Ja. Interessant. De feedback van mensen in Duiven, van dit is echt top. Ja, dat is ook zo'n zoektocht. Wat we als gemeente eigenlijk al heel lang doen, is allerlei metingen over onder alle inwoners van de gemeente Duiven. We meten over de veiligheidsbeleving, over tevredenheid over natuur en allerlei verschillende aspecten. Wat wel steeds meer gebeurt, is het algemene welbevinden meten. Dus die vraag die wordt steeds, bent u tevreden over het leven in uw gemeente? Oh ja. Dat soort vragen, die worden ook wel gesteld. Maar het is natuurlijk heel lastig, omdat dan, als mensen in Duiven gelukkiger worden, ligt dat dan aan het werk wat wij als gemeente doen? Nou, denk ik niet... Dus ik ben nog wel zoekende van, goh, hoe kunnen we nou, als wij iets doen als gemeente samen met inwoners, hoe kunnen we dan
meten of dat dan bijgedragen heeft aan het geluk. Ja, volgens mij kan je dat alleen maar meten door de vraag te stellen vooraf. Ja. Hoe gelukkig bent u nu? En dan achteraf nog een en keer. En dan doen we iets. Ja. En dan stellen we de vraag, hè, hoe gelukkig bent u nu? Ja. En dan moet je natuurlijk ook wel de vraag stellen, denkt u dat dat komt door dat wat wij gedaan hebben? En volgens mij kunnen mensen dat ook wel aardig inschatten. Of zijn er andere factoren? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, het kan ook dat iemand bijvoorbeeld ergens helemaal mee oneens is. Niet per se dat hij er minder gelukkig van wordt, maar dan vraagt hij bijvoorbeeld die speeltuin er weer bij te betrekken. Oh, we hebben een speeltuin gebouwd. Bent u nu gelukkiger? Ja. Nee, ik ben super ongelukkig, want ik wilde hier geen speeltuin. En dan is hij misschien niet ongelukkig, dan vond hij de speeltuin gewoon niet leuk. Oh. Maar dan zeg je niet per se dat hij gelukkiger of ongelukkiger is geworden. En misschien ook een beetje met... ja, ik weet zelf echt niet hoe je dat zou moeten meten eigenlijk. Ja, niet iedereen weet waar je gelukkig van wordt. Ja. Niet iedereen weet dat. Ja, dat voorbeeld over die auto, die nieuwe auto. Er zijn heel veel mensen die denken, nou, als ik die nieuwe auto, als ik die auto heb, dan ben ik gelukkig. Ja, precies. Dan duurt dat een maand en dan wil je eigenlijk weer een nieuwe op die manier. Ja. Ja, en er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou, ik ben ongelukkig, want die speeltuin staat voor mijn deur. Maar ja, dat is maar de vraag of je ongelukkig bent door die speeltuin. Ja. Maar goed, dat soort gesprekken, die kunnen we best wat vaker voeren met inwoners. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat lijkt me heel belangrijk ook eigenlijk, natuurlijk. Want ja, het is of iemand gelukkig is eigenlijk het meest belangrijke. Ja, of iemand eten heeft natuurlijk, maar dat is misschien nog wel belangrijker. Maar eten, onderdak en daarna is geluk, lijkt mij het allerbelangrijkst. Ja. Ja, dus het is inderdaad vrij belangrijk om dat gesprek te voeren. Ja, dat moet ik eerder. Ja. Dat is ook misschien wel mooi aan lokale politiek. Dat als je het over heel Nederland hebt, wat er in Den Haag gebeurt. Misschien best wel een disconnect tussen ik hier en wat er in Den Haag gebeurt. Dat, misschien dat lokaal kan misschien juist dat er meer... Een soort van overbruggen of wat bedoel je? Ja, precies. Dat er meer tweerichtingsverkeer komt met hoe je dingen besluit. Hm. Ja, en wilt u de rol van wethouder van geluk of dat hele geluk, lijkt het u mooi als dat groter wordt in Duiven? Ik ben heel blij dat we het als college, dus al mijn collega wethouders en ook onze burgemeester, dat die dat met mij uitdragen. Ja. Dat zie ik wel steeds meer gebeuren. Ik ben wethouder van geluk, maar het thema geluk is niet alleen van mij. Dat is van het hele college geworden de afgelopen 3 jaar. Dus dat vind ik heel erg mooi. En het zou mooi zijn als die vlek zich uitbreidt. Maar ja, daar ben ik en het college is daar maar een kleine schakel in. Hope XXL bijvoorbeeld is daar ook een hele belangrijke partij in. Dus ja, zonder deze podcast kunnen wij niet... Ja, mooi dan toch, inderdaad. Dat is perfect. Maar denkt u dat het een groter thema gaat worden in de toekomst, geluk? Dat daar meer over gesproken gaat worden? Of wordt er al veel over gesproken überhaupt? Genoeg? Wat ik wel merk is dat de schroom om het daarover te hebben... is toch nog bij heel veel mensen, ook bij mezelf wel, zo nu en dan aanwezig. Geluk. Het is makkelijker om het over de nieuwe speeltuin te hebben dan over geluk. Dat sowieso. Dus we moeten dat blijven doen. Dat is dan die lange adem. En ik heb... Maar misschien is dat hoop en mijn positieve inborst. Ik denk dat corona ook wel wat gedaan heeft met het verschuiven van onze focus van... wat materialistische inslag naar meer ons gemoed. Ja. We zijn natuurlijk wel met de neus op de feiten gedrukt dat gezondheid heel belangrijk is. En dat we best toe kunnen met wat minder shoppen. Ja, precies. En ook het contact met mensen. Dus dan merk ik heel veel. Ja, tegenwoordig kan het allemaal iets meer. Maar vooral aan het begin, want je hebt dus heel veel minder vrienden, veel minder familie. Hmm. Dan merk je toch ook wel... Niet per se of ik echt super ongelukkig van word, maar toch wel iets met je gemoedstoestand. Het gaat toch wel iets naar beneden. Ja, de vanzelfsprekendheid van de dingen die belangrijk zijn in het leven,
Ja, die zijn toch wel wat minder vanzelfsprekend geworden door deze crisis. Dus ja. Ja, het is inderdaad heel vanzelfsprekend eigenlijk. Gelukkig, als je in zo'n mooi land woont, dan is het al vanzelfsprekend. Maar... Nou ja, dus ik geloof ook dat er nog veel te veel mensen ongelukkig zijn. Ja, nee, dat zeker. Dat ook zeker. In Nederland. Maar in ieder geval voor mij, denk wel dat dat... vraag is wel, hoe lang hou je dat vast, hè? Dat besef van... van dat minder shoppen. Hoewel ik sowieso niet zo shopper ben, maar dat, dat vraagt me wel af. Zelfs ik begin het daarna te verlangen nu, van een middag in de stad, van winkel naar winkel. Ja, precies. Gewoon een lekker uitstapje. Ja. Ja, maar je hoort inderdaad altijd iedereen over terrasjes en zo, dat iedereen wil weer op het terras zitten natuurlijk. En dat kan nu ook dan weer, tot 6, dacht ik. Ja, tot 6 uur, ja. Ja, mensen zijn daar dan toch alweer blij mee, denk ik zo. Ik heb het nog niet gedaan. Ik heb het zeker zelf ook nog niet gedaan, hè? Dat klopt. Maar ik wacht als ze open gaan, dan gaan ze open en dan doe ik het eigenlijk niet. Nee, maar had je het dan wel nodig? Ja, na het regende ook. Misschien was dat het wel. Ja, het is ook die stip op de horizon, hè? Dat doel. Ja. Het doel van, daar gaan we dan, hebben we dat. Als we daar zijn, dan... Maar ja, dat heb je ook nodig. En dat je ergens naartoe kunt leven. Ja, dat is precies. Een ultieme doel. En dan hoeft het helemaal niet gerealiseerd te worden, maar je hebt in ieder geval een doel. Nee, maar er naartoe streven is al genoeg, denk ik. Ja, precies. De weg is eigenlijk belangrijker nog dan de... Ja, die uitspraak van de reis is belangrijker dan de bestemming. Ja. Ja, een beetje op die manier. Ja, want dan ben je bij de bestemming. Of nu ben ik er. Ja, nu ben je er. Wat nu? Dan moet je weer de volgende reis uitzoeken. Ja, dat is ook wel weer zo, ja. Ja, maar dan merk je dus toch weer dat het vooral reis is en niet zoveel bestemming. Ja, dat klopt. Nee. Nou ja, is er nog iets wat u graag kwijt wil aan iedereen die luistert of kijkt naar de podcast? Ja, ik dacht dat we het nog over die foto's gingen hebben. Ja, we kunnen het prima nog over de foto's hebben. Oh ja, want ik dat raakt wel een beetje aan waar we... Wat voor mij belangrijk is in het geluk. En dat is dan bijvoorbeeld mijn gezin. Dat zijn mijn drie dochters en mijn man. Bij Dreamfields. Op Dreamfields. Ja, dat was onze eerste gezamenlijke festivalbeleving. Ook de laatste. Maar ik hoop dat er nog een aantal zullen volgen na corona. Dus dat zijn die waardevolle relaties. Hè? Ja, en het sluit ook weer aan op wat u zei met nieuwe dingen doen. Ja. Toch? Want ik ben helemaal geen festivalganger. Ik denk dat het inderdaad... Ja, wat is een festival? Maar festivals van die omvang had ik eigenlijk nog niet eerder bezocht. Nee. Dus dat is ook wel wat kinderen met hun. Dit is mijn broer. In een zwembad? Ja, dat is niet in een zwembad. Dat is in een museum Voorlinde. Ja, met al die soort van absurdische dingen... Ja, het is echt... Ik vind het geweest. Nou, dat is echt een aanrader. Ja? Ja, ik vind dat echt een super museum. Dat gaat dan weer over die nieuwe dingen beleven. Dat vind ik... Ik ben kunst en cultuur ook vanuit mijn rol als wethouder... kunst en cultuur ook steeds meer gaan waarderen. Ja. Omdat het... het verrast. En, vooral zo'n museum. Want eigenlijk alles wat je daar ziet... Voor mij klopt het gewoon niet, toch? Omdat het allemaal zo absurd is en... Dat ze een beetje de realiteit een beetje gek maken, toch? Ja. Met allemaal spiegels heb je daar ook dingen. Het is, er zijn natuurlijk heel veel wisselende tentoonstellingen, maar dit is behoort tot de vaste collectie. Ja, het is gewoon het is een beleving. Maar is dat dan een soort van optische illusies die je daar... Is het zo'n museum? Ja, je hebt voor mij zo'n perspectief, toch? Dan kun je jezelf heel klein maken. Je hebt zo'n hele grote stoel. Zoiets zag ik. Ik zie dat soms voorbij komen op internet. Ja, het is ook een heel fotogeniek museum. Ja, je kunt hele leuke foto's maken. Dus, en dat doe ik dan wel eens met mijn broer, maar ook wel eens met vriendinnen. Een keer wat nieuws proberen. Deze foto sluit wel aan van hoe gelukkig ik word van mijn werk. Ik zie dat. Dit is echt op het moment dat ik benoemd ben als wethouder. En heel trots. En ik denk, waar ben ik aan begonnen? Maar dat vind ik alleen maar leuk. Ja. Wanneer was dit dan? Dat is 3 jaar geleden. Dus ongeveer in deze tijd ook.
Ja. En dat... ja, dus dat heeft mij heel veel geluk gebracht. Het is ook wel eens dat ik denk, hoe lang nog? Maar, nee, dat is gauw weer voorbij. Als het alleen maar pieken zou zijn, dan zou het ook niet... Ja, je moet een beetje in perspectief worden. Nee, voor geluk heb je ook dalen nodig. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja, zonder dal betekent het natuurlijk ook niet. Want dan, constant gelukkig zijn bestaat denk ik niet ook, nee. Nee, dat denk ik ook. Dat je moet ook eventjes voelen hoe het anders kan om te beleven hoe het kan zijn. Ja. Ja. Ja, elke goede film heeft toch ook zo'n moment, toch? Dat moet een keer moment zijn dat een relatie uitgaat, of een ruzie krijgt of zo. Anders is het gewoon een saaie film. Dat zijn een beetje die regels. Ja. Ja, nee, precies. Er moet wel, het verhaal moet dynamisch zijn. Ja, dat klopt. Ja. Ja, net als dat de gelukspieken en dalen dynamisch moeten zijn. Ja, ja, dat denk ik wel. In ieder geval was het voor mij zo. Ja. Dus. Nou. Nu zitten we echt aan de tijd. Oké. Is er nog iets anders wat u nog wilt zeggen? Nee, ja, ik vind het een ontzettend mooi initiatief, deze podcast. Ik ben zelf een fervent podcast luisteraar. Daar hadden we het net al voor de opname al even over. Een fijn proever. En ik vind het een heel mooi medium om over zaken te hebben en over na te denken. En, dus ik ga jullie volgen. Nou, dat super te horen. Ja. Ja, heel erg bedankt dat u er was. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja. En heel veel succes met jullie volgende podcast. Ja, en u ook nog succes met het geluk waarborgen in Duiven. Ja, ja, nou, voor mijn aandeel daarin. Ja, precies. Ja. Nou, leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of Hope. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify en je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com. Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.